Hey mensen, mijn naam is Mert en vandaag ben ik in Amsterdam tijdens het Amsterdam Dance Event. Een veelgestelde vraag is, kan die piep in je oren na een avondje uit blijvend zijn? Ja, die piep kan blijvend zijn en laten we kijken hoe vervelend die is. Oké, dus we gaan het volgende doen. In de taxi hier naast mij zitten een aantal verborgen camera's. En zodra er mensen instappen in die taxi, dan gaan wij heel sneaky een vervelende piep aanzetten. Dezelfde piep die je krijgt te horen als je gehoorschade hebt. Dan gaan we kijken van hoe ver kunnen we gaan. Hoe lang houden mensen het vol? Samen met Zilveren Kruis ga ik mensen bewust maken van gehoorschade. Dit gaat echt top worden. Showtime. Dit is showtime, jongens. We gaan nu Stick TV pranken. Ze hebben net gedraaid, dus het kan best zo zijn dat ze een piepje in hun oren hebben. Ja, hij heeft even een biertje gedronken met zijn maten. En nu gaat hij naar huis. Gewoon even genieten van het leven. Niet weten dat nu de piep aangaat. Dus we gaan nu één iemand te grazen nemen. De rest doet gewoon alsof ze de piep niet horen. Ben ik de enige die die piep hoort? Yo, wat is dat? Wat is dat geluid? Sorry. Je hoorde je net helemaal geen piep? Nee. Oh. Hoor jij het ook? Nee. Ja, ik hoor het ook wel. Ja. Heel hoog. Hij is zo rond te kijken, weet je, van waar komt die piep vandaan? Hij zit in je oren, vriend. Sorry. Proberen te negeren. Ze denkt, hoort de taxichauffeur het ook? Maar nee hoor, die hoort het niet. Oké. Wat een geluid. Wat is die piep? Zeg maar nee, ik hoor niks. Maar hoor jij niks? Ik word er helemaal gek van. Je hoort geen piep? Ik hoor geen piep. Jij hebt ook geen piep gehoord. Nee, mag ik iets vragen? Vraag of de muziek net hard stond, waar ze waren. Zit misschien in die hard music of zo? Jullie denken dat ik gek ben. Dus niemand hoort nu een piep. Dus ik ben gewoon gek. Vraag hoe het geluid van de piep is. Ja, een piep! Wat een piep? Gewoon een hele hoge piep. We geven ze even pauze. Zo dadelijk kan de piep weer aan. Voilà, nu is het weer weg. Hallo, weg aan het gaan. Nou is hij weer weg. Nou is hij zachter. Nou is hij weer weg. Of ik ben gewoon helemaal gek aan het worden. Maar echt, ik ben dus 33, maar ik denk niet dat ik gek word. Maar ik hoorde net gewoon de hele tijd een piep. Ik hoor echt een hele hoop kanisteren. Oh, die mensen worden helemaal gek. Niemand hoort nu een piep, dus ik ben gewoon gek. Nou, laat ik het zo zeggen. Dit ligt niet aan mij, laat ik het zo zeggen. Hoor je geen piep? Ik hoor helemaal niks in die auto. Oh nee, sorry mevrouw. Oké, we gaan niet stoppen. Oké, let's go. Telly, fuck you man, ik ben echt niet gek. Zie je wel, motherfucker. Piep is fucking irritant, hè. Nee man. Zeg, lacht. Maar zo bang dit aan mij lag. Ja, zie je, word ik geprankt als mij. Zie je, word ik geprankt, ouwe. Zeg, ik ging hem negeren, ik dacht van nee, ben je gek? Jij zei dat je het niet hoorde, dus ik dacht dat je het in mijn eigen oren. Is dat irritant, heb je gelachen? Nou, ik vond dit na een paar minuten taxirit wel meer dan genoeg. Maar kijk, nu even weet ik hoe zoiets is, want ik ken iemand die dat elke dag heeft. Ja. Ja, eigenlijk zou je wel moeten beseffen, maar, hey, we hebben oordoppen nodig. Oh, ik vind hem wel knap, man, deze prank. Maar ja. Jij wist dit. Hij zat in het complot. Hij heeft gewoon de oorlog erbij. Hij is er gewoon in. Nice. Zoals jullie zagen is zo'n piep dus echt super irritant. Zo'n piep kan blijvend zijn, dus wees zuinig op je oren. Check voor meer vragen en antwoorden zilverenkruis.nl/5vragen van. Daar kun je veel meer informatie vinden.